Voordat we beginnen met het maken van de ovenschotel, zorgen we natuurlijk dat we een schone werkbank hebben, dat we een schone plank hebben en dat we schone messen hebben en dat we onze handen gewassen hebben met zeep en met papier gedroogd hebben, allemaal ter voorkoming van. We maken vandaag een ovenschotel, aardappels en maïskolven uit de oven. Ik heb daar zelf wat zaken bij verzonnen, maar de ingrediënten die zijn als volgt. We nemen de maïs, ik doe daar wat paprika's bij, we nemen wat knoflook en een uitje en dan doe ik een zak rode aardappels erbij. En die gaan we bereiden. De aardappelen die gaan we goed wassen, want de schil van de aardappel, en net onder het schil zitten de meeste vitamine, en dat is gewoon lekker om dat natuurlijk te behouden. De paprika, daar halen we de zaadlijsten uit en die snijden we in stukken. De maïskolven, die pellen we, dat zijn rauwe maïskolven, die pellen we en die snijden we in pinkdinken plakken. En de ui maken we schoon en die snijden we ook in grove stukken. We gebruiken er natuurlijk een goed mes voor, het moet scherp zijn en het moet ook niet te klein of te groot zijn. Ik heb inmiddels de aardappels gewassen en in dikke plakken gesneden. De paprika schoongemaakt en ook in grovere stukken gesneden. Dat heb ik ook met de ui gedaan. En haal er ook even dat kontje eruit. De maïskolf die heb ik gepeld en die heb ik in stukken gehakt. Wees daar wel voorzichtig mee. Gebruik een goed scherp mes, want de kern die is keihard. Het is ook echt een rauw product. De knoflook die ik gebruik, dus kost ook nog eens even moeite, maar bedoel dat mes dat kan je opknijpen. Je geeft het een tik en dan wordt het veel makkelijker om die schil eraf te halen. En dan snij ik het kontje eraf en dan kan je hem dus in plakken snijden. Let daar ook altijd goed bij op de stand van de vingers. Duim achter de vingers, dan kan je in principe niks gebeuren, want de punt van het mes met het snijden altijd op de plank liggen, zodat je goed, dat kan je met deze natuurlijk ook doen. Ik vind eigenlijk genoeg één teken of zo, dus we houden het hierbij. Goed, als alle ingrediënten gesneden zijn, dan gaan we de schotel oven klaarmaken. Daar gebruiken we een ovenschaal voor. En we mixen dan de ingrediënten en dat kan je met verschillende kruiden doen. Altijd zout en peper. Het lekkerste is natuurlijk zwarte peperkorrels uit de molen, maar je kan ook de poeier gebruiken. Je kan er wat zout op doen, wat currypoeder, of je kan kiezen voor de paprika poeder. Wat ik doe, dat is wat Italiaanse kruiden gebruiken vandaag. Ik gebruik de gewone milde olie. Je kan ook kruidenolie gebruiken, deze hebben we zelf gemaakt. Daarmee gaan we straks de zaak bakken. Als u de kruidenmengsel gebruikt, kijk dan altijd eventjes naar of er al zout aan toegevoegd is. Want als u dan ook nog zout erbij zou doen, dan is het misschien wel heel erg zout. En op het moment dat u het gaat
mengen. Zorg dan eerst dat vooral als je droge kruiden gebruikt, goed in de olie zet, dat het eventjes kan wellen. Dan kunt u gebruik ruim olie en dan de hele zaak goed mengen. En ik wil echt even met je handen goed dat alles goed beolied en bekruid is. En dan gaan we het in de oven zetten. De hete luchtoven die ik gebruik, die zet ik van tevoren aan op ruim 200 graden. En ik gebruik eventjes de bovenwarmte en de ventilator om zo snel mogelijk te zorgen dat mijn oven op temperatuur komt. We zijn met z'n allen bezig om het zo zuinig mogelijk te doen. Dus ook op de kosten letten we wat dit er gaat. Goed, ik heb alle ingrediënten in de ovenschotel gedaan en die goed met de olie en de kruiden gemengd. Een tip hierbij is om de oven straks niet te heet te laten zijn, want de gedroogde kruiden, die wel enigszins geweld zijn, die zullen toch op een gegeven moment verbranden. En verbrande kruiden, dat is niet lekker in je ovenschotel. Bij de ovenschotel heb ik een biefstukje, gewoon een Hollandse biefstuk, niet te groot. Die bak ik of in roomboter of in de becel, als we heel erg gezond willen doen. Of we doen dat in de olie. We kunnen er ook voor kiezen om een beetje roomboter te gebruiken met een klein beetje olie. Daardoor kan je de olie goed heet laten worden. De biefstuk zout ik niet van tevoren, want zout onttrekt vleessappen. En dat is zonde, want dan ben je biefstuk sneller droog. En als ik de biefstuk gebakken heb aan twee kanten en ik bak hem niet in een al te grote pan. En ik beweeg de biefstuk de hele tijd terwijl ik aan het bakken ben. Ik ga niet zeggen zoveel minuten de ene kant en zoveel minuten de andere kant. Dat is echt aan het stukje vlees. Dat heb je snel genoeg in de gaten. Draait het stukje vlees snel genoeg om. En op het moment dat je denkt van nou, nu is het saignant of rare of helemaal doorbakken. Pak dan een stukje zilverfolie, leg daar die twee biefstukjes op. Vouw het even dicht en laat het dan nog 5 minuten tot rust komen. Want dat is echt beter voor het vlees. Nadat je dus het vlees gebakken hebt en op het zilverfolie legt, kan je het zouten en peperen. Dan heb je minder zout en peper nodig. En het is minstens net zo lekker als het al niet lekker is. Ik zou dan wel voorstellen, gebruik altijd peper uit de molen. En het liefst wat grof zeezout wat je kunt malen. Goed, inmiddels is de oven op temperatuur gekomen. Ik draai hem iets terug, dat hij net 200 graden aangeeft. En ik wil alleen dat hij via de ventilator verwarmt. En ik zet de ovenschotel in het midden van de oven. Zo, en dan gaan we 3 kwartier hem in de gaten houden. En zo af en toe moet u wel de substantie even omscheppen. Dan kan je ook de kruiden in de gaten houden. Voor straks eet smakelijk en wellicht tot een volgende keer.